ook voor Waaghalzen is er in deze alternatieve vierdaagse week iets leuks te doen. Net als voorgaande jaren kun je ook deze week abseilen van de Sint-Stevenskerk. Een bijzondere ervaring die je maar één week per jaar kunt opdoen. Een deel van de opbrengst gaat naar de Gelderse tak van de stichting Make-A-Wish. Een organisatie die deze inkomsten momenteel erg goed kan gebruiken. Corona heeft heel veel stilgelegd, waaronder ook de donaties van mensen. Dus voor Make-A-Wish kun je op heel veel verschillende manieren je inzetten eigenlijk. Dus je kunt doneren, je kunt vrijwilliger worden, je kunt een actie opzetten. Zoals Questie Events nou heeft gedaan. Dus of je gaat wandelen. Nou ja, heel veel mensen wandelen nog steeds voor Make-A-Wish. Dus ja, je ziet dat rondom Nijmegen, rondom de Vierdaagse, heel veel mooie initiatieven ontstaan. We zijn er heel blij mee, maar het kan natuurlijk altijd nog meer. Dus eigenlijk is het ook een oproepje nu met de Vierdaagse. Ga lekker upstylen, dat geld wordt goed besteed in ieder geval. Ja, absoluut. Onze wenskinderen zijn er heel blij mee. De wensen worden nu langzaam weer opgestart binnen alle regels natuurlijk. Daar hebben ze even op moeten wachten. Maar we merken, dit is gewoon een heel erg belangrijk element in het proces van kinderen om beter te worden. Om zich weer beter te laten voelen. En om het vertrouwen weer te krijgen dat ze weer zin in het leven krijgen eigenlijk. En dat ze gewoon beter gaan worden. En zieke kinderen, dat is ook de reden waarom ik voor Make-A-Wish ben gaan werken. Ja, dat is natuurlijk vreselijk. En wij proberen daar ons steentje aan bij te dragen.